organiseer dit vanuit bureau Ruis. En wij organiseren evenementen voor studenten. Maar eigenlijk is het evenement voor iedereen. Dus het is zowel voor studenten als andere geïnteresseerden. Nou, ik ben met mijn zus mee. Die had zoiets van, nou, ik kan altijd even kijken wat het is. Dus ik had ook nog wel wat spulletjes thuis hangen dat ik eigenlijk nooit meer aandeed. Dus daar ben ik eigenlijk meegekomen. Het werkt als volgt. Je mag hier komen met 5 kledingstukken van jezelf. En die lever je in. Dan krijg je een kaartje en een stempelkaartje. En dan mag je ook weer 5 dingen uitzoeken. En die neem je weer mee. Ik had 2 jasjes in de kast hangen. En eigenlijk hak ik ze nooit meer aan. En ik vond het eigenlijk wel zonde. Dus ik had zoiets van, ja, dan kun je ze beter naar zo'n kledingbeurs doen. En dat iemand anders er nog gebruik van kan maken. Ik merkte dat er behoefte aan was. Ik doe het zelf eigenlijk al jarenlang gewoon met vriendinnen en collega's. En ja, er kwamen eigenlijk steeds meer mensen bij en het paste niet meer in de woonkamer. En toen kwam ik erachter dat het ook wel eens in cafeetjes en dat soort dingen gebeurde. En toen dacht ik van, nou ja, waarom niet in Hedon? Ja. Ik kwam dan overhemd en zo'n giletje tegen. Die zijn voor mij. Ja, zeker. Ja, vanochtend ging ik hier al heen om alles neer te zetten en zo. En toen was ik bijna mijn eigen kleren vergeten. Dus ik heb snel nog wat uit de kast getrokken. Maar ik heb ook alweer wat uitgezocht. Ik heb een soort, ik kan het nu niet laten zien, maar het is een soort jumpsuit. Een soort pakje met een kattenprint erop. En ik hou veel van katten, dus ja. Dit klinkt natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Kijken, niet kopen, maar gewoon meenemen. Is het ze niet eigenlijk allemaal om het geld te doen? Ik studeer, dus ja, het geld is ook wel een dingetje. Maar ja, in principe maakt het me niet zo heel veel uit. Dus ik vind dit wel een goed idee, dus daarom ben ik meegekomen.